De spanningen in de Hazes familie blijven hoog oplopen en dit keer is het Monique Westerberg die haar stem laat horen. In een opvallend interview heeft ze geen blad voor de mond genomen over Rachel Hazes, de moeder van haar partner André Hazes. De reden: Rachel heeft haar zoon André eerder dit jaar verboden om zijn eigen achternaam als merk te gebruiken. Een klap die niet alleen André zelf, maar ook Monique flink lijkt te raken. Voor André Hazes is de situatie met zijn moeder allesbehalve makkelijk. Via Instagram liet hij weten hoeveel impact dit alles op hem heeft. Dus om eeuwig lacherig te doen op Instagram zit er voor mij niet echt in. Maar alles gaat goed hoor, en ik leef, schreef hij met een ondertoon van pijn. Hoewel André probeert de moed erin te houden, is duidelijk dat de breuk met zijn moeder hem zwaar valt. Monique Westerberg kan het gedrag van Rachel maar moeilijk bevatten en liet dat weten in een pittig interview met RTL Boulevard. "Als moeder kun je dit toch niet doen? Ik begrijp het echt niet", sprak ze fel. Monique liet ook doorschemeren dat zij en André vooral steun bij elkaar zoeken in deze lastige periode. "We zijn er voor elkaar en dat is hoe familie hoort te zijn, toch?" De spanning wordt verder opgevoerd nu André Hazes en zijn zus Roxanne na jaren van afstand weer contact hebben. Dit zal ongetwijfeld zout in de wond van Rachel strooien, die met zowel haar zoon als dochter een ingewikkelde band heeft. Monique is dolblij met de hereniging. Ik ben zo blij dat het weer goed is tussen Roxanne en hem. Ik wist dat dit moment zou komen, maar het had gewoon tijd nodig. Met de feestdagen in aantocht heeft Monique haar plannen al helder, een warme kerst zonder Rachel. We gaan straks kerst vieren, lekker met z'n allen. Mijn familie, zijn familie, iedereen bij elkaar. Dat is toch zoals het hoort? Maar of Rachel daar deel van uitmaakt, lijkt uitgesloten. De Hazes-dynastie lijkt meer op een soop dan op een hechte familie. Terwijl Monique en André samen met Roxanne de feestdagen hopen te vieren, blijft Rachel buiten de kring staan. En met Monique die haar openlijk aanvalt, lijkt verzoening verder weg dan ooit.